Hey, ik heb het voorrecht om af te sluiten in de reeks Hot Sunday Sprekers. En ik sta hier wel vaker, maar dan ben ik de worship aan het leiden. dus vandaag wil ik hier samen nog iets delen met jullie. Voor wie mij nog niet kent, heel kort een introductie. Nou, ik ben Gabi, getrouwd met Richandro, die net ook hier stond te zingen. Samen hebben wij 4 kinderen. En wij zijn born and raised op Bonaire. Mooiste eiland in de Caribe. Hey. Als iemand anders zegt, is het niet waar. Nee, grapje. Hey, ik wil vanmiddag mijn bemoediging halen vanuit 1 Thessalonians 5, vers 16 tot en met 18. En daar staat, rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. In het Nederlands staat er, wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wat er ook gebeurt, want dat is wat God van jullie wil, nu jullie bij Jezus Christus horen. Nou, iedereen die mij kent, of mijn familie en vrienden, die zullen wel zeggen dat ik wel altijd vrolijk ben en vreugdevol. En dat ben ik ook wel, van nature. En ik dacht ook altijd, wat hier staat, rejoice always, dat heb ik wel goed onder de knie. Dat doe ik wel. Totdat ik zelf door een persoonlijke, pittige seizoen heen ging. En ik ontdekte dat ik op een diepere level, diepere niveau, moest kiezen voor vreugde. Want het is namelijk wel zo, als alles goed gaat in je leven, is het wel makkelijk om vreugdevol te zijn. Waar of niet. Maar wanneer er stormen om je heen zijn, wordt het wel wat lastiger to rejoice always. En of zoals in het Nederlands staat, wees altijd blij. Nou, en ik bedoel niet blij zijn met de omstandigheden, maar ik bedoel echt een vreugde die verder kijkt dan de omstandigheden, met ogen gericht op een God die ons een hoopvolle toekomst belooft. En zonder te veel in details te gaan, want ik heb ook niet zo heel veel tijd, wil ik jullie meenemen in een korte, pittige seizoen die wij hebben gehad vanaf 2020, los van de coronapandemie die er toen was. Stormde het enorm om ons heen. En toen was kiezen voor vreugde wel iets lastiger dan normaal. En begin 2022, toen waren we zwanger en dachten we, nou, mooi seizoen, leuk om naar uit te kijken. Maar ook dit was wel snel al overschaduwd met lichamelijke uitdagingen. En op dat moment moest ik wel echt leren loslaten en God vertrouwen, want ik moest ook dingen loslaten die ik graag deed. Momenten missen die ik liever niet had willen missen. Maar het ging gewoon lichamelijk niet. En ook al bad ik en wist ik God kon genezen, ik moest toegeven aan het feit dat ondanks ik vurig aan het bidden was en bereidwillig was en alles, mijn lichaam werkte dit keer niet mee. En dat genezing ook gewoon een proces kon zijn. En dat moest ik accepteren. En te midden van dit alles, deze turbulente periode, bleef God herhalen naar mij dat zijn vreugde al altijd mijn kracht was geweest. En dat ik mocht leren om tevreden te zijn, ondanks omstandigheden, door de put van zijn vreugde dieper te graven. Net zoals je een kuil graaft als je op het strand zit en dan kom je water tegen. Nou, dus die put van vreugde mocht ik dieper graven en meer water van zijn vreugde laten opborrelen. En ik ben die reis aangegaan met God. En ik ging voor mezelf ontdekken, wat betekent het nou om te kiezen voor vreugde wanneer je omstandigheden niet per se daar aanleiding toe geven. En hoe behoud ik ook mijn vreugde? En ik kan je verklappen, het was niet een makkelijke journey met vallen, opstaan, emoties toelaten, genadig zijn voor mezelf om weer opnieuw te beginnen en God te vertrouwen. En ik heb heel veel geleerd tijdens mijn reis, tijdens deze reis met God. Wat misschien niet in een paar woorden te omvatten zijn. Maar ik wil vanmiddag 2 dingen meegeven die mij het meest hebben geholpen. En die mij nog steeds helpen op deze reis met God. En de allereerste is, verschuif je focus. En hoe deed ik dat? Ik deed mijn focus verschuiven door middel van aanbidding. Want wanneer ik God aanbid, dan is mijn focus niet meer gericht op mij en mijn omstandigheden, maar mijn focus is gericht op God. En zoals net in de Bijbelvers stond, to pray and give thanks continually, zo ook door aanbidding.
kon ik bidden naar God, kon ik hem danken voor wie hij is en voor alles wat hij doet. En niet alleen door middel van muziek en de liedjes zingen, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Hoe ben ik mijn focus aan het shiften naar God? Hoe ga ik om met mijn familie? Hoe ga ik om met situaties op werk of andere dingen? En hoe momenten kiezen om echt dankbaar te zijn. En zingen helpt enorm, een worshiplied helpt enorm. Maar ik ging mezelf uitdagen om in elk klein moment mijn focus te verschuiven. En het tweede wat mij enorm geholpen heeft was: bewaak de deuren tot je gedachten. En stel, ons lichaam is een huis. En net als een huis ramen en deuren heeft, heeft ons lichaam ook ramen en deuren. En zijn onze ogen, onze oren, maar ook onze mond de toegang naar onze gedachtes. En zoals je in je huis niet iedereen zomaar in en uit laat lopen, dezelfde vraag heb ik mezelf gesteld. Wat laat ik toe in mijn gedachtes? Waar kijk ik naar? Wat luister ik naar? En wat zijn de woorden die ik spreek tegen mezelf, maar ook in gesprekken met anderen? Want alles wat binnenkomt in je denken, zakt uiteindelijk naar je hart. En daar ga je naar handelen. En wij zijn de enigen die de deuren tot onze gedachten en onze harten kunnen bewaken. Niemand anders zal dat voor je doen. Dus ik wil je ook uitdagen vandaag. Stel jezelf de vraag: wanneer je iets ziet, luistert, een gesprek voert, helpt dit mij om te kiezen voor vreugde en de focus op God te behouden? Nou, dit zijn dingen die mij geholpen hebben. Ik hoop dat jullie geïnspireerd heeft. En ik ben over mijn tijd. Maar om samen te vatten, dan laten wij dagelijks de stap nemen om te kiezen voor vreugde, door onze focus te verschuiven van onszelf naar God en de deuren van onze gedachten te bewaken.